Investeren in aandelen is altijd verbonden met risico. En soms vergeet men dat. Maar dus beleggen in aandelen, economische activiteit, ondernemen, dat houdt ook risico in. Ja, maar en de winst is ook vaak groter dan een gewoon spaarproduct, maar het risico ook. Dat betekent dat ook u maandag met een visademtje zal zitten wachten op die beursaandelen en de koers. Ik heb geen aandelen, maar ik zal inderdaad, en vorige week maandag vooral was het, na die lange nacht was het bij ons angstig kijken naar hoe de koers zou evolueren. Ik heb daar verder geen commentaar op te geven. En ik vind ook... U heeft die informatie wel vrijgegeven, dat moet dan... Ja. Gewoon de informatie, zonder meer. En voor de rest vind ik dat privézaken zijn. Ja. Maar daar heeft de burger dan wel recht op om te weten dat u geld verloren heeft in de crisis. U die invloed uitoefent op beurskoersen door de informatie u verstrekt, mevrouw De Win, waar heeft u beleggingen gedaan? Ik heb geen beleggingen. Heeft u niks? Heeft u geen bank? Bent u geen cliënt bij een bank? Ik heb gewone deposito's bij gewone, normale banken. Een woord deposito, letterlijk vertaald, we zeggen belegging. Dus u heeft wel beleggingen. Ik ben geen premier. Nee, natuurlijk niet. U wel. Goed, maar ik ga nu gaan antwoorden in de Senaat. Okay, bedankt, premier.